Oké, even een klein technische probleempje. Dus het filmpje komt wat later, maar oké. Even vanaf het begin. Je bent ingelogd, je hebt de game is geladen, je hebt je wachtwoord ingevoerd, bla 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 bla. Kies een server. Nou, ja. Deze doet night, dus we gaan even voor het voorbeeld naar de AI channel. Beginnen bij het begin om weer uit te loggen uit de game, aannemen dat iedereen dat weet, maar toch. Exit. Log off van server. Hierbij terug waar we net waren. Server selection. Druk hier nog een keer. Laat je het spel. Maak even deze video gewoon voor echt de basics. Ik probeer niet zo lang een video te maken, want ik kwam er net achter dat ik niet heel veel ruimte meer heb op mijn schijf. Ik moet er even wat aan doen, maar ik ben er niet in bij. Ja, mijn premium doe ik even. We gaan een wapen kopen. Itemshop. Ja. Laat ik zeggen, ik ga voor mijn sniper een wapen kopen. Ik heb net een ander voorbeeld wat ik de assault gekocht, maar dat is niet opgenomen, vrees ik. Ik koop een sniper. Ik koop de takken. Maakt niet uit, het gaat voor ieder wapen hetzelfde, maar ik koop even voor mezelf de takken, omdat ik die toch al wou kopen. Ik druk op boy. Ik kies je 7 dagen voor zoveel dinar of 30 dagen voor zoveel dinar. Ik koop voor 7 dagen. Druk hier op boy. Item has been purchased. Oké. Hier zie je het totaal aantal dinar. Het is voor mij niet heel veel, want ik moest net een heleboel wapens overnieuw kopen, omdat ze bijna expired waren. Ah, je NX cash. Ik heb net een nieuwe package gekocht, dus dat schoot ook niet echt op. Maar goed, we gaan het wapen nu aanzetten. We gaan naar inventory. Nou, dit zijn mijn wapens. Druk je op equip. Nou, en dan de tak 15. Het is een 3 of 5. Dus ik ga naar mijn 5e slot. Druk je op use. Nu staat er in use. En hij staat op mijn 5e slot. Oké. Zo zet je wapens. Ik kan hem ook op mijn 3e slot kunnen zetten. Kijk, nu staat hij in use. En mijn VSS Winter staat in use. Je hebt verschillende soorten wapens. Je hebt een 1e slot. Een mes. Of een handschoen. Of een zwaard. Ik raad zelf heel erg aan om deze te kopen. Katana. Nu zwaard. Is heel handig, hij is nu generfd, maar hij is nog steeds heel erg sterk. Een geweertje, 2e slot, met dit kun je ook heel mooi uitselecteren. 7e slot hoef je niet op te kijken, want er is niks voor. Dus is het 2e slot, dat zijn zeg maar geweren. Ik raad heel erg aan om deze te doen. Sommige klassen hebben deze als 8e slot al. Dus als je daar nog niet zoveel verstand van hebt, kun je ook deze kopen. Die zijn qua status hetzelfde, alleen deze is misschien ietsje lastiger om mee te leren, omdat hij in mijn gevoel toch iets sneller schiet. Qua status zijn ze hetzelfde als je hier ziet, als je hier kijkt. Als je mijn muis ziet, neem aan wel. Qua status zijn ze hetzelfde, maar ik geloof dat deze de micro iets moeilijker is. Maar het is ook een goede om te kopen. Dit zijn verder de 2e sleutel. Hier heb je de main guns afhankelijk van de klas. Ik ga even uit van de medic engineer. Voor het 3e slot. Oh, dat loopt gelukkig. Raad ik aan om te kopen. Aannemend dat je vanaf level 1. Je kunt de G36 kopen. Als je NX hebt zou ik de K in gold kopen. Maar dan moet je NX cash hebben. Als je dat niet hebt. Sommige mensen vinden de Uzi heel erg fijn. Ik persoonlijk, ja oké. Je moet een beetje wennen, dus ik raad je aan om gewoon een paar wapens uit te proberen. Niet allemaal tegelijk, want er is gelijk al je dinar op. Maar mensen vinden de Uzi fijn. De G36C is oké. Deze schijnt oké te zijn. Ik heb hem zelf eigenlijk nog nooit gebruikt. Ja, ik heb hem wel gebruikt, maar toen wist ik niet. Uzi Pro is nieuw, heb ik nog niet gebruikt. Brurus gebruikte. Pardon. Schijnt goed te zijn. Ja. Voor de assault, aannemen dat je level 1 bent, de AK, veel mensen vinden de AK fijn. Je zou de Scar Age kunnen doen, die is nieuw. Je kunt de HK416 is wel oké, de M16A4 is oké. Niet de Degeratov kopen, want dat is gewoon een kutwapen, sorry, maar het is gewoon zo. Hier is nog een keer de G36C, sommige medic en engineer wapens kun je ook op de assault. Maar de machinegeweren van de assault kunnen niet op de engineer. Medic en engineer of te praten. G36 is op zich ook wel oké. Leuk om een keer te proberen, vind ik persoonlijk. De Scar Black vind ik leuker, Scar model, maar ik heb een Scar Blood. Dus, ja. Oké.
Qua sniper, ja, level 1 sniper. Sommige mensen vinden de DSR fijn, persoonlijk iets minder. Deze schijnt, mijn broertje vindt deze handig, want ik kan 3 keer inzoomen, dus kun je heel nauwkeurig schieten. Tak is leuk, maar heb je maar 1 pijl, dus dan moet je best een goede sniper zijn. Dit is de goedkoopste rifle in de game. De Tokarev. Nou, kijk maar of je die leuk vindt. Het heeft 10 kogels, wel lekker. En zo moet je maar even kijken. Trouwens, let op dat je niet de AI-wapens koopt, want die kun je alleen maar in zombie gebruiken. Die kun je in een gewone game kun je die niet gebruiken. Voor de Heavy Trooper vanaf level 1, ja, als je echt Heavy Trooper wil doen, zou ik gewoon de RPG kopen. Of de Flash, maar dan moet je member zijn. Ja, dat is het een beetje. Maar dat zijn een beetje de wapens waarmee ik zou beginnen. Die ik zou aanbieden vanaf level 1, zeg maar, wat ik zou doen. Nou, wat ook nuttig is, ja, er zijn best wel onhandig, er zijn geen vrienden van mij online, net als Sneeper online. Maar... Oké, deze mensen zijn allemaal in de way, dus kan ik geen mooi voorbeeld geven. Stel, ja, stom, ik leg het al een keer uit, want ik wou laten zien hoe je mensen kon joinen uit je vriendenlijst, maar er is gewoon niemand online nou. Ik ben een beetje lonely. Maar ja, om gewoon een random room te joinen, doe je gewoon dubbelklik op de room, zit weer in. Hoi, 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 en ik ga nou weer doen. Dat is heel erg leuk. Je hebt ook Gunsmith, maar dat is niet heel belangrijk, want dan moet je heel veel items hebben. Als je nou wil, heel mooi wil zien, kijk, nou heb je zo'n overzicht, maar je kunt eigenlijk alleen maar in deze, wat hier nog open is. Maar, zet je gewoon waiting room. Kijk eens, dan zie je alle rooms die nog open zijn. Dat is dan deze junkyard. Ga je een ander room geven in de section. Nou, zie je, hier is een room open, daar is een room open, die staat net weer dicht. Hier is een room open, blablabla, waiting room, bam. Je krijgt mooi uitgestuurd welke rooms open zijn. Let erop, het sorteert niet uit welke kamers er op slot staan en welke level based zijn. Dus daar moet je zelf even naar kijken. Maar ja, dat sorteren ze niet uit, dus dan moet je lekker zelf. Nou, we gaan terug naar een room maken. Ik ga even naar de AI. Create room. Ik maak gewoon even voor mezelf een by bullet. Je kunt ook door gewoon aan te klikken, selecteer je een room. Defense mode, time attack, escape. Nou ja, survival. Oké. Okay. Voor de mensen die het altijd aan mij vragen. Ik ben premium. Ja, ik ben premium. Oh, zo. Ga weg. Nou, ik heb straks een 10. Anyway. Ik kan nu niet meer van mode wisselen. Oké. Okay. Ik kan nog wel de map wijzigen, maar daar zijn we de... Oh, zo weg. Ja, is goed. Ik vind Junkyard persoonlijk een leuke map. Nou ja, als ik nu op start druk... Kijk, het is toch handig dat die gozer erin zit. Als ik nu op start druk, als iedereen op ready is en ik druk op start, dan begint de room. Ja. Ik ga eventjes de room 31 joinen. Beter start die? Ja. Lukt het of niet? Nee, mijn wagen is gecrashed.